Ja, er zit dus een geestelijke wereld achter deze wereld. En dat is de wereld die we niet altijd zien, maar die eigenlijk de drijfveer is van wat erachter zit. En wij kunnen op die wereld invloed uitoefenen. Eigenlijk maak ik stappen van ergens daar waar ik zou gaan spreken over, komt het naar nu? Maar dat maakt niet uit, want als ik zeg van we hebben alles al ontvangen, en daar hadden we het net even over mooi, dat vond je ook zo mooi, hij zei van, ja, ik moet veel meer van mijn denken naar mijn hart toe. Dat ik meer van hier naar hier moet gaan. Maar eigenlijk is het andersom. Je moet eigenlijk van het hart, dat als we het hart noemen, dat is dan de kern van wie God in wezen is en met jou, zoals hij jou bedoeld heeft. Dat als je daarnaar kijkt, dan moet het hart moet naar het hoofd gaan. Zeg als head knowledge has to be heart knowledge. Nee, heart knowledge has to be head knowledge. En dat is nou precies een andere manier van denken. Daar komen we straks wel op. Maar ik wil met jullie eigenlijk gaan zingen. Want op dit moment zijn wij gewoon een krachtig leger. En mogen wij de werken van de duivel verbreken. Dat is wat Jezus deed. En we zeiden toch, zoals hij is, zo ben ik op deze wereld. Jezus zei, je zult dezelfde dingen doen als ik. En meer dan dat. Dus hoezo? He, waarom zijn die machten actief? Wat doet de duivel? De duivel die kan absoluut invloed uitoefenen op mensen. In het lichaam. Ziek maken. De duivel die rooft, steelt, slacht en vernietigt. En we komen er straks nog wat meer op terug. Maar als je dat voor je ziet, hè, even heel simpel. Dan is dat toch eigenlijk ook de plek waar je moet aangrijpen. Waar je ook actie moet ondernemen. Ik ga toch het voorbeeld geven. Ik weet niet waarom, maar... Dat is ongeveer hier, maar eigenlijk moeten we het nu al doen. Een metafoor. Een dief. Die komt in je huis. Wat doe je? Heeft iemand dat wel eens meegemaakt? Niet echt, dat een dief in je huis komt en je komt die dief tegen. Ik heb het meegemaakt dat iemand zei, dat heb ik wel meegemaakt. Nee? Oké. Nou, ik heb het wel meegemaakt, niet in mijn huis. Maar ik fietste ergens... En het was in Assen, de woning toen nog, toen ik tiener was. En midden in de nacht zouden we naar Groningen op stap. En toen was ik nog in de wereld. Maar toen was er dus, ineens lagen twee mensen te vechten op de grond. Te worstelen leek het wel. En een hele groep reed door. En toen riep iemand, help, help, een inbreker. Ja. Nou, de andere reden maar door. Die dachten, nou, het zal wel. Maar ik dacht van, nou, ik had een achtergrond met vechtsporten. Zou ik niet zeggen. Maar probeer het eens. Nee hoor. Ik ben nu in de geest agressief. Nee, dus ik zet mijn fiets neer. En ja, ik zie, oh, dat lijkt wel eens echt. En even kijken, wie is nou wie? En die man zei, ja, hij heeft ingebroken in mijn auto. En, dus ik spring er ook bovenop. Ik draai die man in allerlei grepen. En die schreeuwt het uit. En ik hou hem vast. Totdat er allemaal politiewagens komen. En die rekenen die man in. En hij kon hem zelf niet houden. Dit was een drugsverslaafde man. En die, ja, hij had gewoon ingebroken. Maar... Die man zelf was ooit politieagent en daarna officier van justitie in Assen. En die lag er bovenop. En wat je ziet is van, dat moest gestopt worden. Dat doe je niet door te zeggen tegen zo'n jongen die daar ingebroken heeft. Hey, wil je dat even niet doen? Kom, die spullen leg ze maar even weer terug. Alsjeblieft, wil je dat alsjeblieft doen? En ja, anders ga alvast even liggen, want de politie komt zo. En dan kunnen ze je makkelijker inrekenen. Nee, wat er gebeurt is... Je duikt er bovenop, je zegt, weg, nou, wegwezen is wat handiger als je in je huis iemand hebt die eruit moet. Maar je springt er bovenop en je houdt hem vast totdat de politie komt hem inrekent en weg ermee. Dat is autoriteit nemen over die situatie. Een dief, staat in de Bijbel, Johannes 10 vers 10, die komt om te roven, stelen, slachten en vernietigen. Die dief is de duivel. Hij rooft jouw vrede, hij rooft jouw waardigheid, hij rooft jouw... aanzien. Misschien ben je wel ontzettend aangevallen op wie je bent. En denken ze hele gekke dingen over je. En misschien terecht, hè, omdat je misschien gek gedaan hebt. Dat kan. Maar, als jij een nieuw mens bent, nieuw mens, dan ben je een nieuwe schepping. Oh ja, het oude is voorbij, zeiden we toch? Zie, het nieuwe is gekomen. Dat oude is voorbij. En in Galaten 2 vers 20 staat het nog sterker. Daar staat... zo is dan wie in Christus is. Nee, die hebben we al gehad. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Ik leef niet meer. En dan heb ik het niet over dat je dan echt dood bent. Nee, je bent geestelijk dood. Dat oude van jou is weg. Dus, als mensen jou aanklagen op je oude persoon,
Dan zeg je, nee, niks ervan. Als de duivel probeert jou te roven van je gezondheid, zeg je, nee, je hebt geen recht op mijn lijf, stop daarmee, in Jezus' naam. En hoe lang moet je doorgaan? Want sommige mensen hebben al heel lang klachten en gaan niet weg. Door zijn striemen is mijn genezing geworden. Het is al volbracht. Voltooid verleden tijd. Als ik het niet zie of niet voel, dan is dat een ander deel van mijn drie-eenheid. Kom ik zo nog op, maar dat ben ik dan niet meer. Ik ben nieuw. Ja toch? Ja. Hebben we net uitgesproken. Dus wie kan dan nog iets tegen jou hebben als God voor je is? Ah, ze kunnen van alles zeggen, maar dat ben jij niet meer. En dat is het plaatje, het metafoor van eigenlijk ja, de autoriteit die je hebt. Die heb je. Anders moet je een beetje bozer worden. Ja. En dan bedoel ik niet dat je... Ja, en dan moet je niet al die buurtgenoten uit gaan schelden of zo, hoor. Die nee, dan moeilijk doen. Nee. Ik ben heel boos geworden, dus zeg maar heel boos, heel erg boos. Ja, ja. Maar, ja en dat wordt niet in dank afgenomen, want dat is niet normaal. Nou ja, soms moet je wel even je iets tegen mensen worden. Zeggen van ik accepteer niet meer dat jij mij zo uitscheldt. Ik noem maar wat hoor. Of dat ik accepteer niet meer dat jij zo onderdrukkend naar mij bent. En dat kan in families, komt dat heel veel voor. Manipulatie. En dat is een macht. Je kijkt niet naar de mensen naar het vlees. Je kijkt naar de mensen naar de geest. En wat je ziet is dat de duivel probeert daarin actie te ondernemen. Die probeert die mensen te gebruiken om jou neer te halen. En die mensen die gaan er ook aan stuk. Want er is niemand die met al die lelijke woorden en al die kritiek en boosheid en oordeel over anderen. Die zaaien in hun eigen leven op een verkeerde akker. Want daarin ga je jezelf onderuit halen. En ik zeg tegen mezelf, ik kan heel kritisch zijn op alles en nog wat. Ik kan op de overheid kritisch zijn, maar ik kijk niet naar hun, naar het vlees. Alhoewel ik sommigen naar het vlees wel iets zou willen doen. Maar dat is mijn vlees, sorry. Maar dat leg ik weer af. Hè? Dat leg ik aan de kant, dat ben ik niet meer. Ik ben nieuw. En als ik nieuw ben, dan zegen ik mensen. En dan kijk ik naar de geestelijke macht erachter. Dan zeg ik, en dat is wat we dus kunnen doen, dat er zit kracht in de naam van Jezus. Die breekt elke ketting die vastzit aan mensen. Dus als er dingen gebeuren in de regering, als er dingen gebeuren op je werk of in jouw familie, spreek dan tegen de machten erachter. We zullen de werken van de duivel verbreken. Want mensen zijn altijd bang dat je dan denkt van ja, dan kun je de hele wereld een beetje gaan besturen. De geestelijke machten, daar hebben we alle autoriteit over. Want Jezus heeft de zonde op zich genomen, de veroordeling. Voel je nog veroordeeld? Geloof je niet wat Jezus heeft gedaan? Dan ga je voorbij daaraan en dan moet je nog directer zijn, want dan doe je God tekort. Als jij nog denkt, ik ben zondig, ik heb nog zoveel dingen die ik fout doe, ik ben nog zo vaak boos tegen mensen. Ten eerste, spiegel het dus en zeg, ja weet je, ik voel in mijn hart al, niet een wet hè, van buitenaf, maar van binnenuit, hé, dit ben ik niet meer. God is helemaal niet zo, Jezus. Die was ook wel duidelijk tegen fariseërs, die heel religieus waren, was hij wel duidelijk tegen hoor. Maar uiteindelijk is liefde de sleutel die we mogen geven. Want tegen de liefde is geen enkele wet, is geen enkele veroordeling mogelijk. De liefde is zo sterk, die breekt overal doorheen. Ook al doet het jou pijn. Ho, dat is je ziel hè, dat is je ziel. Ho. Dus, hij heeft de vloek van de wet op zich genomen. Dus ook als jij nog het gevoel hebt dat je zonde, dat is gek hè, je kunt dus wel zonde doen, maar God zegt tegen jou, daar ben je niet meer. Dus zit je dan een beetje te ontkennen of zo? Hè? Kop in het zand? Ik snap van, de vloek van de wet. Wat is dat? De vloek van de wet is eigenlijk, dat zag je in het Oude Testament, in Deuteronomium, daar zag je alles wat, als je het niet deed, kwam er een vloek. Als je wel deed, kreeg je zegen. En de wet zijn niet alleen de 10 geboden, van je zult niet doden, je zult niet, al die geboden, die Jezus overigens nog zwaarder heeft gemaakt, want die zei van, als je maar verkeerd over iemand anders denkt, dan heb je het gebod van doden al overtreden, en als je als man of vrouw al met lust in je gedachten naar een ander kijkt, dan heb je al overspel gepleegd. Dus feitelijk was de wet er om te proberen toch in zuiverheid te blijven leven met God. Alleen in de kern lukte het nooit. Er waren maar een heel aantal mensen die mogelijk
zo zuiver waren dat ze toch ergens in het heilige de heilige bij God konden komen. Maar dat was gewoon niet te doen, joh. Dat was gewoon niet te doen. Dan moest je, dat hing van een paar mensen af. Maar Jezus heeft alles daarin volbracht. En die heeft die vloek op zich genomen. Dus de vloek van, doe je het wel, krijg je zegen. Doe je het niet, word je vervloekt. Die heeft hij ook op zich genomen. Dus het gaat niet meer om, je moet iets doen om het te bereiken. Maar je hebt het ontvangen uit genade, waar jij niks voor kon doen, wat ik al zei. En daarom. Dat is toch die tekst van de vloek van de wet, om even op zijn vraag in te gaan. Ja. Want er staat in geschreven, ieder die aan het hout hangt, die is vervloekt. Ja, ja. Klopt. En Jezus hing aan het hout, dus hij is vervloekt. Er zijn twee teksten, dus Galaten 3 vers 13 en Romeinen 7 vers 4 tot 6. Jullie hebben deze gekregen, daar heb je misschien nog niet naar gekeken, maar dat is naslagwerk. Dit is de samenvatting. Ik heb hem even in kleur in het groot, maar als je hem wilt hebben in een kleur, kan ik hem ook opsturen. Maar hier staat eigenlijk elke stap in die ik hier heb benoemd. Met alle bijbelteksten, heel kort eventjes van hoe het in elkaar zit. Dan kun je nog eens een keer er doorheen. Je leest hem van hier, dit is Gods plan. Dit is waar het probleem lag. Dit is wat er volbracht is. Dit is wat volbracht is. Dit is wat Jezus heeft gedaan. Sorry, dit is volbracht. En dan heb je de sleutels. Wat zijn nou sleutels om uiteindelijk alles te ontdekken? Je hebt hier het cadeau. Ziet een beetje als een cadeau uit. Dat zijn alle teksten zo'n beetje die hier ook in staan. Er zijn eigenlijk alle teksten die hierin staan. Maar in het boekje staan ze gewoon in de ik-vorm geschreven. En dan heb je nog, wat is geest, ziel en lichaam? Dit rode, die krijgt te veel aandacht, maar dat is de duivel. Niet alleen dus een stukje en dan ook wat daarin de macht is die wij hebben overwonnen. Niet wij, maar Jezus heeft overwonnen en daarmee wij ook. Nou, dan staat er nog van dit stuk in die kleur, bij mij in kleur, dat is wat kun je nou doen met wat je hebt? Maar goed, dat is even voor het naslagwerk. Dat is een heel klus als je dat allemaal even moet uitzoeken, maar het stopt hier niet. Oké, we hadden het even over autoriteit nemen. Wij regeren. We hebben ziekte heeft hij ook op zich genomen. En wat ook heel mooi is, we hebben eeuwig leven. Hij heeft de dood overwonnen. En daarmee ook de relatie hersteld tussen ons en God. En hier heb ik een kruis doorgezet. Dit is de duisternis, zeg maar. Dit is de duisternis. En dat staat in bijvoorbeeld Efeziërs 6. Daar komen we ook nog op van wat het is. Maar de hele wereld ligt in de boze. Dat is eigenlijk wat hierin staat. Maar wij zijn in Christus een stuk hemel wat we kunnen vertegenwoordigen. En het is een geestelijke oorlog. En dan staat er nog even iets en dat is, de aanklager is overwonnen. En dat is de duivel. De duivel is, doordat hij is gestorven, Jezus is gestorven, begraven en opgestaan. En daarmee heeft hij alle duisternis overwonnen. Maar, waarom, als de duivel is overwonnen, zie je dan nog steeds dat hij zoveel rotzooi veroorzaakt in deze wereld? Dat is een goeie, hè? Dat is een goeie. Dat is een beetje gek, of niet? Ja, ik denk ook gek. Ja, dat is gek. Ja. Dan hoor je op straat ook. Waarom, als God bestaat, is er zoveel oorlog en ellende en problemen en onderdrukking in deze wereld en honger? Weet je wat ik dan zeg? Heel vaak, dat is onze schuld. En wie zijn ons? Dat zijn de christenen. En waarom? Omdat wij de opdracht hebben om leven te geven aan mensen en dat leven in overvloed. Dus wij hebben een opdracht, zorg voor de zieken, voor de armen, voor de wezen, dat is een opdracht. En om uiteindelijk mensen te verzoenen met God. Als we dat allemaal als christenen zouden doen, en dat gebeurt helaas niet, overal, het wordt heel veel gedaan, maar niet genoeg, dan zou er geen oorlog zijn. Hè? Want als mensen, oorlog komt altijd voort, niet uit de religie hoor, of niet uit geloof, maar uit de wens van de mensen om macht uit te willen oefenen. Want toen God zei, laten we dat even bijpakken, want dit vind ik wel een belangrijk punt waar we naartoe gaan. Want dan komen we namelijk op de plek waar we een lied kunnen gaan zingen, want dat is mijn intro. Genesis, we gaan naar Genesis. Genesis 1, vers
26. Vanaf daar. Ja, daar staat dit. En God zei: laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten zij heersen. En dat woordje heersen, dat is autoriteit nemen, dat is regeren. Heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En één ding staat er niet bij: heersen over mensen. En daar gaat het mis. Want heersen over mensen is hetgeen wat je heel vaak ziet als een bron van problemen, oorlogen. Mensen gaan voor het goud, voor de glorie. En ook nog vaak voor de vrouwen. Of voor lust. Dat zijn de meest belangrijke problemen in deze wereld. En dan zie je, daar heb je autoriteit over. En ook over, we hebben de macht over de werken van de duivel. Hè? Omdat Jezus dat heeft overwonnen. Dat deed Jezus ook. Hij genas de zieken. Hij wekte doden op. Nou, dat is nogal wat. Wat deed hij nog meer? Hij gaf voedsel aan de mensen. Hij vermenigvuldigde dat. Daar kunnen we ook nog wat van leren. Hij at met zondaars. En het is zijn wil, hè, dat mensen genezen. Het is zijn wil dat mensen, dat het goed gaat met mensen. Maar vooral dat mensen in relatie weer terugkomen met God. Hij deed goed. En hij bracht het evangelie. Want boven alles is dat de boodschap die hij zei. Van bekeer je. Kom weer terug naar God. En leef voor hem. Er staat telkens weer, er zijn een paar teksten. Maar als je ziet wat daar staat. Er staat, nu ik niet meer leef. Dus mijn oude mens is gestopt. Nu ik niet meer leef, leef ik voor God. Dat zei Jezus, maar er werd ook over ons gezegd. Nu wij niet meer leven, leven we voor God. Zo'n liedje, hè? My life is not my own, to you I belong. I give myself to you. Dat is een lied die we zingen, maar we begrijpen de diepte soms niet. Ja. Dus, autoriteit moet soms even boos worden. Zullen we dat eens gaan proberen? Gewoon eens even een. Laten we gewoon eens een oefening doen. We gaan even staan. We leven dit weekend in een tijd. Op 31 oktober, dat is morgenavond. De nacht van 31 op november. 1 november, dat is Halloween. En Halloween is een duister feest. De kerk heeft geprobeerd daar het Allerheilige van te maken. Hè, oftewel het. Het christelijk willen maken, eigenlijk willen overnemen en dan een christelijk sausje overheen dat het niet meer duisternis is. Maar dat heeft niet gewerkt. Sterker nog, het was El Hallows Eve, dus dat was het Allerheilige. Dus het Allerheilige. Ja, het was het Allerheilige, alle zielen. Ja, ja, en dus de Allerheilige, dus de hoedjesparade. Ja. Ja, dus zeg maar. En dan heb je aller zielen, dat is voor de alle overleden. Precies, en dat is wat er herdacht werd. Ja. Alle doden werden herdacht. En dat werd dus gemixt. En nu heb je een vreselijk duister feest. Wat eigenlijk de datum is dat alle satanisten, alle duisternis bij elkaar komen en bidden tegen de christenen, onder andere. Ergens op een berg in Amerika gebeurt dat regelmatig, elk jaar weer, met tienduizenden van deze duistere mensen die proberen gebeden uit te spreken, vervloeking uit te spreken over de christelijke wereld. Het gebeurt. En daarom, waar zijn wij? Hè? Waar zijn wij? Wij kunnen dat ook. Wij hebben ook die autoriteit gekregen en wij kunnen die machten van de duisternis van Halloween bijvoorbeeld verbreken. En misschien een specifiek gebedspunt, dat gaan we dan gewoon even oefenen. Dit weekend willen ze mensen met bussen vanaf het Zuid-Unieterrein, dat is hier in Groningen, naar plekken brengen, naar huizen, waar allemaal duistere rondritten zijn en routes zijn waar mensen doorheen gaan lopen met allemaal verklede mensen. Dood en verderf, angstaanjagend. En daarmee roep je heel veel demonie op. Nou, dat zijn even de feiten. En daar kunnen we wat tegen doen. Maar hoe doe je dat nou? Heer, wilt u alstublieft... Oh, wacht even. Als Jezus heeft gezegd,
dat je iets mag doen, bijvoorbeeld zieken genezen of demonen uitdrijven. Als hij heeft gezegd dat dat al de opdracht is, waarom vragen we hem dan? Dus laten we het gewoon gaan doen. Hoe gaan we dat doen? Wie heeft een idee? Hoe gaan we dat tegen spreken? Want wij spreken tegen bergen die moeten verdwijnen. Hè? Wij spreken tegen machten, die geestelijke machten daarachter. Niet tegen de buschauffeur, ook niet tegen de organisator. Wij spreken tegen de duisternis die erachter, waar mensen door gevoed worden. Kleine hint. Hoe doen we dat? Ik weet niet hoor. Nee. Hoe ik het met die woorden dus kan vertalen. Nee, maar het is wat dan ook. Ik bedoel, het geld dat erachter zit, dus zeg maar, macht en heerserij gaat door middel van geld. En door de kinderen dus te verleiden met snoepgoed. Dus wat wil je dat er stopt? Als jij nou eens de baas bent, hè? Ja. Wat wil je dan dat stopt? Stoppen met die verleidingen. Stop met die verleidingen. Want die duisternis, hè, de duivel verleidt, ja. Dat is wat hij doet. Dat is een van zijn werken. Oké, gaan we doen. Mooi. Oké. Laten we gewoon even gaan bidden. Heel kort. Gewoon even tijd met God. En dan gaan we gewoon spreken. Wil je dan gewoon eens spreken dan, daartegen? Wil je dat dan gewoon eens doen? Dat je moet het voor je zien als een dief, hè? Dat je spreekt van wat jij wilt dat er moet gebeuren. Oeh. Ja, dat is wel wat. Ja, dan moet ik dus zeggen, die ATL. Oké, okay, begin is makkelijk. Zeg maar gewoon in de naam van Jezus, dat is gewoon de start. Want dan weet je welke naam er is, naam boven elke naam. In de naam van Jezus, verleiding bij die feesten. Verleiding van de kinderen, juist, moet je weer stoppen. Stop daarmee. Stop ermee door die verleiding van de kinderen, ja. Dus dat maar te stoppen. Nee, stop ermee, zeg je dan. Ja, nog directer. Je stopt omheen met de verleiding van de kinderen. In Jezus naam. In Jezus naam. Kijk, zo doen we dat. Zo doen we. Zie je? Zo werkt dat. Want het zit er wel. Het verdriet wat de mensen dus hebben krijgen. Ja. Ja, en wat je kunt doen. Het stoppen van kinderen. Ja, maar dat is demonisch. Maar nou verbreken die werken, dat is één. We kunnen verbreken. He, binden en verbreken, maar we kunnen ook ontbinden. Dat is de liefde van God. He. Je kunt ook, net als genezing, dan spreek je leven over mensen uit en mensen genezen daardoor. Dus nu gaan we naar de stap. Hoe kunnen we nou het leven van God over die kinderen dan brengen? Ja, en dat mag iemand anders doen. Ja, anders ben je de hele tijd de klos. Ja. Dat doen we niet. Bedenk eens iets wat we kunnen doen qua zegen over de mensen. Over de kinderen. In dit geval de kinderen die verleid zijn. Ja. Wilt u... Oh nee. Hij wil het al. Dus wat gaan we doen? Vrede, blijdschap, vrijheid. Oké, dat zijn mooie woorden. Dat zijn vruchten van de geest. Die willen we uitspreken over... Die gaan we uitspreken. Ja. Ja. Oké, okay. Wie zei dat trouwens? Ik kreeg even... Bescherming, dat is ook belangrijk. Weet je, ik stel voor, laten we gewoon gaan spreken en spreek iets uit wat je wilt. Dan gaan we gewoon even bidden, dan speel ik een beetje muziek als intro voor het lied waar ik nog steeds een intro voor heb. Hè. Daar ga ik nog steeds naartoe. Dus ga gewoon, spreek gewoon maar. Spreek me gewoon direct, hè, directe vorm. Dus niet heer, dat u alstublieft geen heel lang verhaal. Die dief staat voor je en dan moet je reageren. Thank you.
every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There's power. There is power in the name of Jesus. And we break every chain. 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 There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Okay, we break every chain. Every chain, we break 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 every chain. The darkness, eh? We break every chain, 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 we break every chain. Spreken tegen die machten in de naam van Jezus, want daar hebben wij autoriteit over. En nog wat, in je eigen leven dan. Welke dingen zijn er in je eigen leven waarvan je zegt, ik zit vast aan een ketting, ik ben gebonden. Ik ben me gebonden. Ik zit soms ook vast aan zonde misschien. Nee, dat ben je niet meer. Maar soms moet je gewoon ook wel opstaan. Het is soms een keuze om niet een stap te zetten in een andere richting. Als je echt God wil volgen, dan is dat een keuze. En ook soms elke dag weer opnieuw. En dan moet je zeggen van, hey, duisternis, ga uit mijn leven. Niet, wilt u dit van me weghalen? Nee. Dat wil God wel. Hij zegt, sterker nog, je bent al vrij. Maar we kunnen op bepaalde plekken gebonden zijn. Ons verstand, ons lichaam, van alles. Dus, we gaan nu nog één keer dit stuk spreken. En daarin spreken we ook dat wij een leger zijn die opstaat. There's an army rising up. En niet there is an army, dat is hartstikke leuk hoor. Dat zeg je tegen de machten, hey, er is een leger, maar waar dan? Hier. Wij zijn een leger. Zie je, met die tekst, teksten in de ik-vorm, in de persoonlijke vorm, directe vorm, toepasbaar voor ons. We're an army rising up. We're an army rising up. Yes, we're an army rising up. Yes, we are an, we're an army rising up. I break every chain, I break every chain, I break every chain.
Voor je nog voordat je het ziet. Jezus keek vooruit, voorbij het kruis, omdat hij wist, ik moet die weg gaan, omdat uiteindelijk de hele wereld bevrijd zou kunnen worden en iedereen Jezus zou kunnen ontmoeten door de Vader en uiteindelijk de relatie hersteld kon worden. En dat is wat wij ook mogen doen. Wij mogen verder kijken naar wat we zien. Wij zien nu dat alle dingen onderdrukt worden, maar we kijken naar het plaatje, uiteindelijk, er komt die weer, hoppakee. Uiteindelijk gaan we terug hier naartoe. Ja. Weet je, dat is het moment. Maar tot die tijd hebben wij deze opdracht. Om het stuk van de hemel op aarde te brengen. Ja. Wij hebben die opdracht. Het gebed. Wat de discipelen vroegen. Want die zeiden. We zien, nou ja, dat zeiden ze niet, maar dat zie ik het voor me. Oh, Jezus, jij ging de hele tijd naar de bergen en tijd met God. Maar leer ons nou het gebed wat we moeten bidden. Dat is onze Vader in de hemel. Hoe koninkrijk komen. U wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op aarde. Dat is wat hij wil. Dat is onze opdracht. Dus we kunnen uit de hemel halen wat we kunnen om, en dat is niet van ons, hè? Nogmaals, ik blijf het zeggen. Het is niet mijn geest, het is Gods geest. Het is niet mijn wil, het is Gods wil die ik doe. Ik ben uit de som, weet je nog? Anders dan ga je... Zeg maar zelf groeien in die som, dan word je ineens heel groot. En dan denk je, wauw, wat ik wel niet kan. Met Jezus. Zo werkt het niet. Ga lekker zitten. Zo. We hebben bijna alles gehad. Eigenlijk was dit een beetje, ik dacht meer naar het eind toe werken, dat we dit meer gaan doen. Maar zo zie je maar. De vrouw heeft altijd gelijk. Je moet niet helemaal naar het eind, jongen. Je moet het meteen doen. Je bent een leger. Je hebt alles al. Ga ervoor. Ze heeft altijd wel gelijk hoor. Ken je dat? Ik ken dat in mijn leven, ben ik even eerlijk hè. Maar dan zegt mijn vrouw gewoon, dan ben ik bezig. En dan ziet ze ineens allemaal papieren liggen hier. 24 A4'tjes vol, dat gaan we nooit behandelen. En toen zei ze, ik schrik daarvan, dit is toch niet de bedoeling, dat gaat toch niet. En dat is toch niet wat je wil gaan doen, de hele tijd preken. Want preken zijn er genoeg. En dan is het soms zo moeilijk om dan te zeggen van, ja nee, maar dit is heel belangrijk. Excuses vinden, in de verdediging gaan. Dat doen jullie allemaal, ik zie het gewoon. Jij hebt allemaal herkenning, hè? En dan niet willen erkennen van, ach, je hebt ook gelijk, ja. Weet je, het is mooi dat dit is gewoon ook tijd met God voor mezelf. En weet je, schrijf er een boek over of zo. Hartstikke leuk, maar uiteindelijk gaat het om dat we gaan doen wat we leren. En niet prikje, prikje, prikje. Dus ze heeft weer helemaal gelijk. Wat ga je vanavond zeggen? Dat ga je vanavond aan haar vertellen. Ja, maar dat heb ik toen ook gezegd. Ja. Dat was een goed moment. Daar had ik mezelf even goed voorspiegelen. In tegenstelling tot al die andere momenten. Maar ik zei toen echt van, ja, je hebt wel gelijk. Ja, ja dat moet ik echt voorkomen. Dus ik hoop dat ik dat voorkom. Maar worden jullie aardig ingezet, toch? Ja. Goed, goed. Zo, hé. Ik word gewoon enthousiast van. Ik kan eigenlijk wel doorgaan om zo op deze manier met elkaar bezig te zijn. Dat zijn nog eens bidstonden. Hè? En dat je met elkaar dat gaat doen. Dat verandert zoveel in de geestelijke wereld. En ik wil... Ja, we zijn toch op dat punt beland. Even naar Efeziërs 6. Laten we daar eens naartoe gaan. Efeziërs 6 naar de... Gaan we nog eventjes uitvergroten welke geestelijke wereld we het over hebben en wat onze plek daarin is. Dat is heel mooi. En wat er ook zo vaak is dat je soms dan denk je, als je hier staat, hè,
of in een gemeente, of in een training als dit, of waar dan ook, dat je het gevoel hebt, ik moet deze mensen allemaal voeden, weet je wel, het zijn allemaal baby's, die moeten een fles, en en dat kan je soms zelf ook voelen, hè, dat je denkt, ik weet nog zo weinig, of ik heb geen idee, maar dat is nou compleet anders dan de wereld, daar moet je kennis vergaren, ik heb ook heel veel studies gedaan, en altijd maar kennis vergaren. Maar uiteindelijk denk ik van, als je ziet hoe ik in de praktijk er nu mee werk, dan denk ik van, daar heb ik veel meer van geleerd dan jaren op school zitten. Ja, dat is wel zo. Ja. Efeziërs 6. Efeziërs 6. Verderop. Efeziërs 6, ergens aan het eind van 6. Efeziërs. Heb je hem al gevonden? Is het de strijd of de wapenrusting? De wapenrusting of de strijd? Nee, dat. Nee. Daar gaan we. Zo. Nee, die zitten wel vlakbij, maar vanaf vers 12. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Zo, dan hebben we eventjes het woord wat het zegt. En als je die omzet in de ik-vorm, zeg je van, ik strijd niet tegen vlees en bloed, maar ik strijd tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. De reden dat ik zo'n boekje heb geschreven met 365 keer bijbeltekst in de ik-vorm is omdat ik dacht van nou, als ik dit doe, dan snap ik veel beter wat mijn rol daarin is. Want soms dan lees je het, hè, dan wij en zij, en, maar het is veel meer persoonlijk als je dat zo op deze manier doet. En dat is mooi, de wapenrusting is prachtig, maar sommige mensen hangen het op een koelkast en die zeggen, ik trek mijn harnas aan, mijn helm op, voeten, schoenen aan, zwaard in de hand. Elke dag trek ik het weer aan. Maar dat staat er niet. Er staat, neem daarom de hele wapenrusting van God aan. Als ik jou een kopje koffie geef, neem je het aan. Je drinkt hem op, hè. Geef je hem dan weer terug. En vraag je me weer een kopje koffie. Ja, misschien wel, maar dat is niet logisch. Maar als je iets aantrekt, als je kleren aan hebt, heb je je kleren aan. Dus hier staat dat je het aan moet trekken. En net als de nieuwe mens die je bent, trek het niet weer uit. Sterker nog, het staat er ook nergens. Dus wij denken soms van, aan en uit, die moeten we strijden, die moeten we gauw naar mijn koelkast toe. Nee, nee.